één persoon bedanken. Dirk, jij hebt recent op je Instagram gezet, ik dacht dat het gisteren was. En voor wie het nou wil lezen, er staat daar dirk.com/Dirk de Jager Amsterdam. Ik wil jou echt bedanken. Want zonder jou was dit allemaal niet gebeurd. Je hebt je ingezet, zo waanzinnig met je ziel en zaligheid voor deze buurt. Ik denk, niet alleen ik denk iedereen wil jou enorm bedanken bij deze voor alles wat je hebt gedaan. Is dat toeter, schatje? Ja. Je houdt heel erg van Zuidoost. En Zuidoost is ook ontzettend van jou gaan houden. Je bevlogenheid. Kom even hier, joh. Ja. Ja. Kom even. Ja. Ja, met een brassa beginnen we. Hey. Kinderen, jij houdt van Zuidoost. Zuidoost is ontzettend van jou gaan houden. Je bevlogenheid, je liefde. En wat ik zal onthouden van jou is niet per se alles wat je zegt. Want ik vind politici die wat zeggen. Hè? Maar vooral de stralende ogen die je hebt. Iedere keer als mensen uit Zuidoost bezig zijn. Wij gaan je ontzettend missen. Echt met hart en ziel. En ik zie ook dat het je raakt. En ik wil ook vragen, kom je nog wel eens bij ons terug? Natuurlijk, zeker, zeker. Nee, zoals je zegt, de afgelopen 4 jaar... fantastisch hier samen met de mensen van Zuidoost kunnen werken aan proberen stappen te zetten om het hier nog leuker en nog beter te maken, want het is al heel fijn hier. Maar dan moeten we nog een hoop dingen doen. We hebben net al wat voorbij zien komen. En het mooie is dat we dat mooi samen kunnen doen. Met de buurt, met de politiek, met de betrokken ambtenaren, allerlei organisaties. We moeten het samen doen en dat gebeurt ook zo. En natuurlijk, ik ga straks hier als bestuurder stoppen. Maar natuurlijk ga ik hier komen, want ja, voor een belangrijk deel, ik ben een jongen van West, maar inmiddels ligt er een groot deel van mijn hart ook hier in Zuidoost. Dus zeker gaan jullie me terugzien. Oké, dan ga ik je trakteren op lunch.